Ja, goedemorgen dames en heren. Welkom op de locatiekeuring bij Albert Luiks. Het is hier een prachtige dag. Het is gelukkig niet heel zonnig en niet heel warm, zodat we op een normale tijd 10 uur kunnen beginnen. A warm welcome for our foreigners. We have occurring on the location from Albert Luiks. A nice weather. It's not very sunny. It's cloudy and it's not hot today. So we hope you enjoy. Het resultaat van nummer 1. Ja. Het resultaat van nummer 1. Een paard wat voldoende rasuitdrukking heeft. Iets naar voren is gebouwd. De hals is iets horizontaal. De rug zou misschien iets sterker kunnen zijn, maar de merrie is 8 jaar oud. Ze is een beetje onderstandig. De stap was voldoende. De draf liet hij zich mooi zien. Hij had een goed voorbeen gebruikt en het achterbeen kwam goed onder de massa. Alleen
hadden wij een bemerking op het linker achterbeen. Vandaar, dat was niet correct. Vandaar dat hij niet wordt opgenomen vandaag. Number one, not accepted in the studbook. Thank you.
Dan het resultaat van nummer 2. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen. Een mooie of een lange hals die er goed geplaatst is. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruisje is iets hellend. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap zou regelmatiger moeten en ook resoluter. Is wat kort. De draf was daarentegen voldoende ruimte. Het voorbeen zou iets meer uit kunnen gelegd worden en het achterbeen iets meer onder het lichaam. Al met al nemen we dit paard vandaag op in het stamboek. Een hogere premiering zou een betere stap moeten hebben. Zo, nummer 2. We accept it in the studbook. No premie.
Het resultaat van nummer 3 was al een beetje een discussie tussen ons over de bouw. Een paard wat goed in het rastype staat, voldoende edel hoofd, verticale hals. De schouder is ietsje stijl, maar dan komen we bij de rug. Voor een 4-jarig paard zou je toch veel sterker in zijn rug moeten zijn. Het kruis is wat hellend. De stap was ruim en krachtig en ook zo de draf zou je wel iets meer ruimte kunnen creëren. Maar hij was voldoende opwaarts en hij had een voldoende zweefmoment. We hebben dit paard opgenomen in het stamboek vanwege dat hij goede bewegingen had. De rug zou toch wel sterker moeten zijn. So, the results of number 3, we accepted her in the stud book. No premium.
Dan hier het resultaat van nummer 4. Een paard wat voldoende ras heeft. Een lange hals die goed geplaatst is. De rug is ook voldoende sterk. Hij is ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis is voldoende lengte. Het B-werk op zich had het voldoende kwaliteit. Alleen we hebben een bemerking op het rechter voorbeen. De stap zou ook meer ruimte kunnen hebben, ook meer kracht. In draf was hij voldoende opwaarts, had hij een goed gebruik van het achterbeen en ook goed gebruik van het voorbeen. Helaas, het rechter voorbeen is niet correct, zodat het paard niet wordt opgenomen vanwege geen correcte voorbeenstand. Or is not accepted in the studbook. Deze kant en rechter binnen.
Dan hierbij het resultaat van nummer 5. Een paard wat wat edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Een lange hals heeft die iets horizontaal is. Een beetje stijl in zijn schouder. Hij heeft een sterke bovenbouw. Een lang kruis. Het beenwerk zou we wat correcter willen zien. Met name de voorbeenstand. Het is ook nogal een beetje een gehoekt achterbeen. In stap zou hij wat resoluter en iets regelmatiger kunnen. De draf was voldoende opwaarts en had ook een beetje een snel achterbeen, wat een hoger ritme. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek vanwege dat hij zo goed gebouwd is en sterk gebouwd is. We accepted nummer 5 in de studbook, no premium. Dan hierbij het resultaat van nummer 6. Een paard met een edel hoofd, verticale halsstand. Paard is ook gitzwart van kleur. De rug zou ietsje sterker voor een 3-jarige merrie mogen zijn. De lendenpartij is ietsje strak. Dat zie je ook een beetje terug in beweging. In stap zou je ruimer moeten stappen en met meer kracht. Ook in draf is het ritme vrij hoog en zal het achterbeen verder onder het lichaam moeten zetten. Al met al, vanwege een hele goede ras en redelijk goed gebouwd, wordt dit paard opgenomen in het stamboek. Nummer 6, we accept it in the studbook, no premium.
Dan hierbij het resultaat van nummer 7. Een merrie met een voldoende edel hoofd, voldoende halslengte, schouder is een tikkeltje stijl, goede bovenlijn, sterke bovenlijn, kruisje is een beetje kort en hellend. Kwaliteit beenwerk, de voor is hij wat week gekoot en ook de voorbeenstand zou iets correcter kunnen. In stap mist het paard wat regelmaat en ook lengte in de stap. In draf is het ritme wat hoog en zou je ook iets meer moeten gaan zitten en ook het voorbeen iets meer kunnen uitleggen en het achterbeen iets meer onder het lichaam vouwen. Het paard wordt opgenomen in het stamboek vandaag vanwege een goede ras en ook een sterke bouw. Number 7, we accepted in the studbook, no premium.
Hierbij het resultaat van nummer 8. Een paard met veel rastype, een heel aansprekend hoofd. Heeft een verticale hals, is goed zwart van kleur. Is een beetje gerekt in het middenstuk. Het kruis zou daardoor ook misschien iets meer lengte kunnen hebben. Het paard heeft kwaliteit beenwerk. Zouden we toch wel iets droger en iets harder willen zien. De stap was ruim en ook voldoende krachtig. En ook in de draf liet het paard ook goede momenten zien. Maar het achterbeen zou toch wel iets meer onder het lichaam kunnen en het voorbeen iets uit kunnen leggen. Vanwege de kwaliteit van het beenwerk en een goede bouw en veel ras wordt het paard opgenomen in het stamboek met een derde premie. Oh, number 8, we accepted in the studbook with a third premie. Hierbij het resultaat van nummer 9.
Een paard wat voldoende in het rechtshoekmodel staat, zou wat edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Een goede verticale halsstand, schouder ligt er goed in. De rug is voldoende sterk, alleen de lendenpartij zouden we meer bespiering en wat sterker willen zien. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het beenwerk zal ook de voorbeenstand iets correcter kunnen zijn. De stap was voldoende ruim, met voldoende buiging in de sprongen. En de draf liet hij een mooie opwaartse draf zien met een goed gebruik van het achterbeen. Kwaliteit beenwerk staat een ster in de weg deze keer. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie vanwege een hele goede draf. Number 9, we accepted in the studbook with a third premie. Dan hierbij het resultaat van nummer 11. Een paard wat iets sprekender in het hoofd zou kunnen zijn. Voldoende of een lange hals heeft. Een schoft wat mooi doorloopt in zijn rug. Voldoende lengte in de rug. Paard heeft een voldoende kruislengte. Paard heeft kwalitatief heel goede benen. Hard en droog. De stap was voldoende ruim. Zou iets krachtiger kunnen. In draf heeft dit paard zich enorm opgewaardeerd. Paard had veel lossigheid over zich. Had ook een goed achterbeengebruik. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Number 11. We accepted in the studbook with a second premie. Star.
van nummer 12. Een paard met een edel hoofd, is ietsje zwaar in zijn hals, heeft een sterke bovenlijn, een lang kruis wat er goed in ligt. De stap, of het beenwerk had voldoende kwaliteit. De stap was ruim en voldoende krachtig. In draf was hij ook heel ruim, maar hij zou toch het achterbeen iets meer onder het lichaam kunnen vouwen. De schenkel kon iets meer naar voren moeten gaan. Maar al met al vonden wij dit een voldoende rassig paard met sterke bouw. We nemen dit paard op in het stamboek en het wordt sterverklaard met een tweede premie. Number 12, we accepted her in the studbook with a second premier star. Dan hier het resultaat van nummer 13. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Een goede verticale halsstand heeft. Sterke bovenlijn. Kruis is lang, wel iets hellend. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap was heel ruim. Zou misschien iets meer kracht in die stap kunnen hebben. In draf was het paard opwaarts, maar zou je toch het iets meer zweefmoment kunnen laten zien en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam kunnen zetten. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, of is al opgenomen in het stamboek, krijgt verdiend vandaag een derde premie vanwege een hele ruime goede stap. Nummer 13 is accepted in the studbook with a third premie.
Het resultaat van nummer 14. Een paard met veel ras. Edel hoofd. Een lange hals die ook verticaal geplaatst is. Schouder is ietsje steil. Sterke bovenlijn. Kruisje is wat hellend. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. In stap zouden we de voldoende ruimte, maar het paard zou iets meer krachtiger kunnen stappen, meer spronggebruik kunnen hebben. In draf mist hij wat de oprichting, zou je ook iets meer voorbeengebruik kunnen hebben. Het achterbeen zou verder onder het lichaam moeten, is ook wat traag, zou wat meer snelheid in het achterbeen willen hebben. Dit paard, vanwege zijn mooie ras en goede bouw, wordt opgenomen met een derde premie. En daarbij hebben we de punten geteld. Nummer 14 wordt voorlopig ster. Dus met een voldoende IBOP kan dit paard ster worden. Nummer 14. Accepted in the studbook with a third premie. She is professional star now. She has to do a good IBOP.
Dan komt hier de uitslag van nummer 15. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen. Zou ook iets restypischer mogen zijn. Een paard wat heel sterk gebouwd is. Een fijne werkbare hals. Een goede sterke bovenlijn. Ook een kruis wat er heel mooi in ligt. De stap is actief. Heeft een goede buiging in zijn sprongen. In draf waardeert het paard zich heel op. Het paard gaat zitten. Zet zijn achterbeen enorm onder het lichaam. Erg sterk in zijn beweging. Voor het mooie zou je misschien iets het voorbeen iets meer kunnen uitleggen. Maar wij vonden het achterbeen zo sterk dat vandaag wordt dit paard een eerste premie. Nummer 15, een first premium. Dan hebben we nu uitslag van nummer 16.
Een paard met veel ras, een sprekend hoofd, veel behang. Zou iets zwarter van kleur kunnen. In bouw heeft het paard een goede halsstand. De bovenlijn is voldoende sterk. De lendenen zijn iets gedreven. Het kruis zou iets minder hellend mogen zijn. De stap zouden we graag iets ruimer en iets meer resoluter willen zien. In draf waardeert het paard zoveel op. Hij heeft een ruime draf. Mist daar iets zweefmoment in. Dit paard is een hele mooie stermerrie. Voor een eerste premie zouden we toch graag een resoluter en sterkere stap willen zien. Ook in bouw zouden we dat kruis wel iets anders willen zien. Dit is een mooie stermerrie. En hij krijgt geen uitnodiging deze keer. De uitslag van nummer 17. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Voldoende halslengte. Een hele sterke bovenlijn. Een kruis wat misschien iets hellend is, maar dus was voor ons niet storend. Dit paard stapt ruim en heel krachtig. Zo zien we graag een paard stappen. Met activiteit en buiging in zijn sprongen. In draf zou je misschien ietsje opwaartser mogen draven, maar over de benen was hij ruim en had hij ook veel zweefmoment. Dit paard krijgt vandaag ook een eerste premie.
Number 17 and First Premium. Uitslag van nummer 18. Het paard wat langer laten stappen om hem toch de voldoende de gelegenheid geven om aan de omgeving te wennen. En ook zijn goede momenten te laten zien. Het paard zou iets meer neklengte kunnen hebben. Voldoende edel in zijn hoofd. Halsstand is verticaal. Het paard is heel sterk gebouwd. Heel sterk middenstuk ook. Kruis zou een tikkertje langer kunnen. Het beenwerk had heel veel kwaliteit. Het paard is hard en droog in de benen. De stap, we hebben het, wat ik vooraf ook al zei, we hebben hem heel veel gelegenheid gegeven om te stappen. Maar de stap bleef anderhalf, kort lang. De draf was voldoende opwaarts, ook voldoende ruim en ook voldoende zweefmoment. Vanwege de stap krijgt het paard geen uitnodiging. Een heel mooie
vierjarige Stijlmeri. Dan hier de uitslag van nummer 19. Een kroonmerrie uit 2013. Het hoofd zou iets edeler mogen zijn. Een lange hals die er goed verticaal op staat. Schouders ligt er voldoende in. Het rugje zou wel sterker kunnen zijn. Het kruis is voldoende van helling en lang genoeg. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap was ruim en heel krachtig. Ook de draf was opwaarts met een goed achterbeengebruik. Dit paard kreeg vandaag een eerste premie. En een uitnodiging voor de tweede ronde. Nummer 19. Een first premium.
komt hier de uitslag van nummer 20. Een paard met veel ras, edel hoofd, veel behang, verticale hals. In bouw zou het rug wat sterker kunnen zijn. Het kruis is een beetje hellend. Het beenwerk heeft veel kwaliteit, is hard en droog. De stap is wat, zou wat regelmatiger mogen, wat meer ruimte. Is regelmatig anderhalf, kort lang. De draf zou iets meer ruggebruik kunnen hebben, iets meer souplesse. Zou ook wat ruimte meer kunnen hebben. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek vanwege zijn fijne rastype en het goede beenwerk. Voor een premiering zien we toch iets betere, liever iets betere bewegingen. Nummer 20 is accepted in the studbook, no premie. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van nummer 21. Ook dit paard hebben we ruim de gelegenheid gegeven om te gaan stappen. Het paard heeft veel ras, is ietsje zwaar in zijn hals. De hals komt iets diep uit zijn borst. Heeft een sterke bovenlijn, goede kruisligging. De kwaliteit van de benen zouden we iets droger willen zien, iets harder willen zien. De stap is de beperkende factor, helaas. Het is ook continu kort, lang. De draf waardeert het paard zich enorm op. Het is een hele goede draf met goed voorbeengebruik, goed ruimend voorbeen. Ook het achterbeen wordt er goed onder gezet. Maar de stap houdt hem vandaag van de ster. Dus het paard wordt geen ster vandaag. Nummer 21, William H. is no star today. Nummer 22, de laatste hengst, ook de laatste van deze keuring. We hebben straks nog een paar paarden terug voor de tweede ronde, voor kroon of eventueel model. Nummer 22, een paard met een edel hoofd, een verticale hals, een schuine schouder, een sterke bovenlijn, kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Beenwerk heeft veel kwaliteit. De stap zouden we graag wat ruimer en iets krachtiger zien. Het paard waardeert zich wel weer op in de draf, heeft een goed voorbeengebruik en zet het achterbeen er ook goed onder. Dit paard wordt vandaag ster. Dan hebben we nu de results of nummer 22. Is een star stallion today.
Volgt hierbij de uitslag van nummer 15. Het is zo, voor een eerste premie kan de beweging, zowel stap als draf, kan compenseren voor bijvoorbeeld het ras en bouw en beenwerk. Bij eventuele voorlopig kroonverklaring gaat het niet meer op. Dus dan zou in ieder geval alle cijfers 7,5 moeten zijn. Wij vinden dat dit paard wat ras tekort komt en ook zijn beenwerk. De stand is wat sabelbenig, daar komt hij ook iets tekort in. Dus vandaar een hele mooie eerste premie. Maar voor Kroon zou hij iets meer ras kunnen moeten hebben en ook iets meer kwaliteit in de benen. De uitslag van nummer 17. Een paard met veel rasuitstraling, iets horizontale hals. Paard met een hele sterke bovenlijn, een lang kruis erin. Paard wat ook kwalitatief hele goede benen had. Hij heeft stapt ruim en krachtig en draaft opwaarts met veel achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag voorlopig kroon. Number 17 is a professional crown today.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 19. Een paard wat veel ras heeft. We zullen toch wel graag zien dat een modelmerrie mag eigenlijk, dat is de top van ons stamboek, het hoogste exterieurpredicaat. Dan mag er eigenlijk niet veel fout zijn, of eigenlijk helemaal niks fout zijn. Een paard waar niks aan markeert, die moet nog geboren worden. Maar dit paard vinden wij een voldoende in een halslengte. Hij zou het edeler in zijn hoofd kunnen. En dan kom je bij de rug. Voor een modelmerrie zou je toch iets meer bespiering in de bovenlijn moeten hebben en iets sterker in de rug moeten zijn. Het achterbeen is iets sabelbenig. Het paard heeft twee hele goede bewegingen bij ons laten zien. Maar ook voor een modelmerrie geldt dat als het exterieur en ras niet toereikend is, kan de beweging niet compenseren. Ook de IBOP compenseert in dit geval niet. Het paard heeft wel een hele goede IBOP gelopen. Dus wel een paard met veel kwaliteiten. Voor een modelmerrie zien we toch een iets sterker exterieur. En de rug vinden we heel belangrijk daarin. Dus vandaag geen model. Number 19, no model today. Because the back has to be stronger. Ja. Oké. En dit was tevens het laatste paard. Ik wil de familie Luiks bedanken voor de gastvrijheid. De goede organisatie van de keuring. Het weer heeft meegewerkt. Het was nu een beetje warmer dan vanmorgen. Maar goed, de zonnetje erbij is beter dan de hele dag regen. We zijn blij dat we de paarden gekeurd hebben. De kwaliteit was goed. Ze waren allemaal keurig voorgesteld. Allemaal in rust. En mijn collega Corrie wil ik ook bedanken voor de fijne jurering. Adriaan ook bedankt voor de goede film. Tot de volgende keer. En dat is morgen bij Stalsjadom om 10:00.